Zo, daar gaan we dan. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Papa Shanky. Zoals jullie weten laat ik vlogs zien, sketchvideo's, maar ik laat ook andere video's zien. Bijvoorbeeld zoals nu, ik ga een grote verandering maken wat betreft mijn levensstijl. Nou ja, de afgelopen periode ben ik toch wel eigenlijk veranderd in mijn oud patroon. En zoals jullie weten ben ik dus vorig jaar begonnen met mijn grote afvalrace. Ben ik van 104 kilo naar geloof 80 kilo gegaan of 79. Ik was dus bijna 25 kilo kwijtgeraakt. Het is tot op heden nog niet gelukt om stabiel te blijven, maar nu gaat het wel lukken. Ik ben begonnen om op de weegschaal te staan. Ik weeg iets meer dan 84 kilo nu. Ik ben een beetje zoekende van wat wil ik nou? Dus daarom ben ik begonnen met een detox samen met Kelly. Dus zoals je ziet drink ik wat sapjes. Eerste 3 dagen een beetje afbouwen qua eten. Dan heb je 3 dagen dat je sapjes drinkt en een soep eet. En na die 3 dagen heb je 3 dagen zeg maar, op te bouwen. En wat dan? Wat gebeurt er daarna? En dat wil ik gaan delen met jullie. Ik ga maandelijks een update houden. Wat ga ik erin behandelen? Ik laat zien wat ik eet in een week. Ik laat zien hoe ik sport en beweeg een heel week lang. Ik laat bijvoorbeeld zien wat zijn de barrières. Wat zijn de moeilijke dingen waar ik tegenaan loop. Mentaal, fysiek. En ik hoop dat ook heel veel mensen met mij mee willen doen. En zo ervaringen te delen, zodat we onze doelen kunnen halen. En wat betreft het sportprogramma, ja, ik heb voor mezelf gekozen om een best intensief sportprogramma te gaan volgen. Wat ik al een keer eerder heb gedaan, en dat is P90X. Het is voornamelijk krachtuithoudingsvermogen. Zo creëer je een goede conditie voor je lichaam. Maar ik wil een uitdaging. Ik wil ergens naartoe werken. Misschien hebben jullie nog tips. Of leuke uitdagingen voor mij, waar ik naartoe kan werken, wat ik uiteindelijk ga doen. Bijvoorbeeld een mud race of een obstacle run of een marathon, halve marathon. Hebben jullie een uitdaging voor mij? Laat het in de comments weten. En dat zijn dus de dingen die ik ga delen met jullie. Over een maand komt er een nieuwe update. En dan laat ik dus ook nog meer zien hoe mijn week eruit ziet. Wat betreft eten, sporten, mijn barrières, noem maar op. Als je dan denkt van ja, ik kan geen maand wachten. Kijk dan op mijn Instagram, want daar deel ik dus iedere week ook weer hoe het dan met me gaat. Zorg dat je abonneert, like de video en laat ook in de comments weten, willen jullie meedoen, hebben jullie tips wat betreft voeding, sporten, bewegen en hebben jullie nog hele leuke uitdagingen voor mij om naartoe te werken, want je moet natuurlijk een doel hebben. Zet bedankt voor het kijken en tot snel weer. Doei!